Academie voor jonge componisten om ze te helpen bij het creëren van een nieuw stuk. Het is eigenlijk pas op het moment dat je heel close tegenover de muzici staat, dat je eigenlijk begint te beseffen als componist ook wat er mogelijk is. En dan begint muziek ook te leven. Hè? Want muziek leeft niet vanuit een partituur alleen, maar muziek leeft pas wanneer dat ze echt wordt uitgevoerd. Het is een project waarin je eigenlijk vanaf het begin al contact met de muzikanten hebt, dus met de ensemble. For me it was a completely different experience because we as a composers we always hide in our caves and we are always composing for ourselves and then in the end we present to the musicians the score. But with Times Academy, it was a completely different experience because we were able to experiment things in the beginning. No, you could. Yeah, I think you can play a little bit louder. We zijn begonnen met een paar experimentsessies, zeg maar. Bepaalde ideeën uitwerken, klankvoorstellingen uitproberen met verschillende instrumenten. Het is niet zo vaak dat je een groep muzikanten hebt die zegt, maar ja, probeer maar wat. Dat is eigenlijk een luxe. Ik dacht, amai, ik heb chance. Ik denk dat gedurende dat proces zijn er verschillende momenten dat die componisten het gevoel hebben van oh ja, nu ontdek ik iets nieuws. Till the end of the fortissimo, now you take out the tremolo. En dan krijg je ook weer zo'n moment van wauw, is dit mijn muziek? Of oh, dat valt toch tegen, ik had me dat anders voorgesteld. 26. 3. Maar je werkt samen met de muzici, met de dirigent, aan die partituur. Dan wordt dat creatieproces een echt proces. Dat wordt een ontdekking. This is the correct way that we should create new music. We should always be connected to the musicians and always be on their side and not against them. Ik denk dat als ze dit langer doen, gaan de mensen vechten om deze project te doen. Ik ben fan.